Hi, ik ben Eelco Overman van mbomediawijs.nl en ik ga in dit filmpje uitleggen hoe je bestanden kunt synchroniseren tussen je laptop en je OneDrive of SharePoint. Zit je in een Teams-omgeving, zoals je hier kunt zien, klik dan eerst op de drie puntjes naast de naam van het team en kies Openen in SharePoint. Oké, we gaan een map maken op de OneDrive en die gaan we synchroniseren met een map op de laptop, zodat je altijd de meest actuele versie op twee plaatsen bewaart. Zodat ook als je een keer je laptop niet bij je hebt, je met een andere laptop of een andere computer via internet toch aan je bestanden kunt werken. Die worden dan op internet gewijzigd. En de volgende keer dat jij je laptop aanzet en weer automatisch contact maakt met de OneDrive, wordt dat bestand ook weer gesynchroniseerd. Oké, veel gepraat, we gaan aan de slag. Ik zit op de OneDrive in Portaal voor Talent. Ik ga een nieuwe map maken om te synchroniseren. Ik noem hem maar eventjes lesmateriaal. Ik ga hem maken. Komt hier bovenaan te staan. Ik open hem en dat betekent dat als ik nu op synchroniseren klik, dat alles wat ik in die map doe, nieuwe bestanden, bestanden wijzigen, die worden gesynchroniseerd. In het woord synchroniseren zie je synchroon staan en dat betekent tegelijkertijd. Dus wat ik hier doe, wordt tegelijk op een andere plek ook gedaan. Dat is synchroniseren. Dus ik ga deze inhoud van deze map synchroniseren. Dan vraagt hij om Microsoft OneDrive. En hier ziet hij, hier zie je de map staan, lesmateriaal. Ik kan deze dus aanvinken om te synchroniseren. En je ziet dat ik ook nog een ander mapje heb, waarmee ik dat ook doe. Ik ga deze map starten voor synchronisatie. Dit kan nu weg. Even kijken. Ik ga om te testen even een nieuw Word document maken in deze map. Is dat nou gelukt? Nee. Ofwel, jawel, toch wel. En ik maak even gewoon een test document. En ik noem het ook test. En dat wordt opgeslagen. En dan ga ik terug. En dan zul je zien dat in die map nu een document staat. Test in lesmateriaal. Ik ga nu naar mijn laptop toe. Dat doe ik hier beneden via de verkenner. Ik klik op mijn gele mapje, dan kom ik in de verkenner. En dan zul je zien dat hier is een OneDrive cloud. Als ik daarop klik, zie je nu een map staan lesmateriaal. En het bestand dat ik daar net heb gemaakt. Staat erin, test. Stel je voor, ik ga deze nu verwijderen met delete. Weet u zeker dat u dit bestand naar de prullenbak wilt verplaatsen? Ja, dan zul je zien, sluit deze weer af, dat ook hier, kijk, je zag het hè, het is nu hier ook verdwenen. Dus altijd het laatste wat je doet op je laptop of in het mapje op de OneDrive, dat wordt geactualiseerd. Dat is synchroniseren.